Goedemorgen, ik ga filmen hoe ik de kittens wakker maak. Kijk, ja, dat is zo schattig. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dit is echt het fijnste moment van de dag als ze nog in hun mandje liggen. Ik ga je niet weggaan nog, je moet nog blijven liggen. Ik ga jullie zo erg missen als we morgen weggaan. Boobie. Je wil naar het balkon, hè? Ja. Wow. Oké, jongens. Kom maar. Kijk, ze staan al te wachten. Willen jullie buiten spelen? Ga maar. Doei. Nou, en jij ook? Oh, jij gaat nog even eten. Oké. Hi. Oh, hij gaat meteen rollen. Hij vindt het zo lekker. Bobby lijkt echt op een squeezy. Ik kreeg dus vanochtend een pakketje binnen. Deze is dus van Rosegal. Het is een super chill broekje. Eigenlijk, ze zijn best wel groot. Deze is eigenlijk ook te groot. Dus ik denk dat ik het topje niet echt ga dragen. Hij is echt heel groot. Maar dit broekje is zo chill. Mijn navel zit hier en die wil ik echt niet vertonen. Dit is heel relaxed voor mijn vakantie. Dus ik ben heel blij dat dit net nog binnen is gekomen. Hey jongens. Oh, ik ben aan het eten. Ik heb net een video opgenomen. 2. Primark spullen testen. Deel 1 en 2. Superleuk. Mocht je denken van, hey, Charlotte ziet er op de thumbnail anders uit dan in de video. Dat klopt, want ik was vergeten een thumbnail te maken. Dit is wel heel nerdy. Oké, jongens, ik zit in de auto. Ik was dus een beetje dom. Ik ging allemaal een beetje dingen lopen doen, dingetjes uitzoeken en zo. En toen dacht ik van, oh, het is zaterdag. En zelfs in Almere zijn de winkels maar tot 5 uur open. Ik moet naar de ABB-winkel in Almere. Het is dan 30 minuten rijden. En nog naar de Primark. Dus ik ga nu super balen. Daarheen rijden voor echt heel kort. Super jammer. In de spiegel vond ik het leuker staan. Nou, echt heel jammer. Maar goed, ik moet nu dus gaan. Stress, ik moet er nog een pakketje posten. Dat gaat ook niet lukken. Nou ja, nu snel gaan. Wat is dit? Oké. Primark is open tot 6, dus dat is super chill. Er ligt dus een pakketje voor mij bij het postkantoor. En ik wil dat heel graag ophalen voor ik op vakantie ga. Maar het is weer de andere kant op en het kost me toch weer 10 minuten. Dus ik wil geen risico lopen, want we hebben dus een vignet nodig. Dat vergat ik te zeggen. Dat we door Zwitserland gaan rijden. Want Ruben had uitgesteld wat hij dat chiller vond of zo. Dus oké, ik ga nu rijden. Doei! Oké, nou, ik heb nog... Het is pas 25, dus ik heb genoeg tijd. En ik sta vet chill helemaal bij de uitgang. Dus ik ga nu lopen. Daarna even lekker naar Primark en nog even kijken. Daarna moet ik nog boodschappen doen, ook nog hoor. Oeh, wat doe ik? Daar moet ik ook nog boodschappen doen. Ik vind het plukje vandaag wat minder. In die video stond het heel leuk. Oké, daar ga ik. En ja, ik zei tegen Ruud, als jij iets meer wil schoonmaken, dan doe ik dit, zeg maar. Want dit vindt hij weer heel vervelend. Het is ook best wel veel werk wat ik nu allemaal moet doen. Ik moet allemaal dingen regelen en halen en heel echt 10 pakken kattengrind halen en zo. Maar ik doe dan wel liever dit dan schoonmaken. Oké, dag. Oké, ben ik weer. Wow, je ziet echt dat ik moe ben. Bijna 2 uur later. Ruud zegt dus net, zullen we maandag op vakantie gaan in plaats van morgen? Ik was dus in de Primark en toen was ik al bijna weg. En toen dacht ik, oh, ik moest voor Ruud mijn shirtjes halen. Dat had hij echt een week geleden tegen me gezegd. En dat was hij dus nu weer vergeten, zoals altijd. Maar ik realiseerde het me. Dus toen belde ik wat voor shirts hij nodig had en toen nam hij niet op. En toen moest ik wachten. We waren Ethos geweest, lensvloeistof, hele chille shampoo die ik altijd al wil kopen, maar die is nooit in de aanbieding. En dat is dus ook shampoo die als goed op postkantoor ligt, die ik dus heb toegestuurd gekregen voor de eerste keer. Maar dat is een andere versie en ik wilde heel graag deze een keer proberen. Ken jij hem? Laat even weten. Ik had dus 80 euro bij de Primark uitgegeven, dus ik baal. Kijk, ik had zo'n opblaasbare eenhoorn gekregen van zo'n Chinese webshop, maar die ligt nog bij mijn ouders en die kan ik niet meer ophalen. En ik wil heel graag wel iets van een floaty hebben, dus ik had zo voor 12 euro een opblaasbare flamingo gekocht. En ik had een rok van 13 euro en een spijkerbroekje van 13 euro, 15 euro. Ja, dan zit je op 40. En ik heb ook nog bandana's en dingetjes. 80, 78. Ik vond echt heel veel. Daar baal ik een beetje van. Maar ja, dan sta je daar, het was 7-6. Ik kan niet meer zeggen, hey, ik wil dit terugbrengen. Maar laatst staat winkel ook niet zoveel meer. Daar ben ik blij mee. Maar dit is wel weer een grote uitgave voor je op vakantie gaat. Dus dat is wel een beetje stom. En verder had ik nog 2 dingetjes bij de kruid gehad. Waterproof mascara, van die neppe Aleve Feminax, zoals ik ongesteld word, want dat word ik. Dat soort dingen. En nu moet ik dus naar de supermarkt, kattengrind, vaatwastabletten, dat soort dingen halen.
En dan kijken we wat we doen. Ja, ik rij ook wel graag 's avonds op zich. Maar 's avonds altijd heel energiek. Dat we om 10 uur 's avonds vertrekken of zo. Of 8 uur 's avonds. Of 6 uur, wat dan ook. Dat we gewoon morgen einde van de dag vertrekken. Vind ik ook prima. Bijvoorbeeld, we kunnen misschien zo plannen dat we bijvoorbeeld om 12 uur 's nachts aankomen daar. Weet je wel? Nou, dan kunnen we om 2 uur 's middags vertrekken. Wij hoeven niet per se om 6 uur 's avonds aan te komen. Dus dat ga ik even zo aan Ruud voorleggen. En dan ga ik nu rijden. Doei. Oké, inmiddels is het al 8:15. Ik heb boodschap gedaan, jongens. Ik heb zoveel geld uitgegeven. Dan denk je misschien, waarom doe je dat dan? Heel veel dingen waren echt nodig, maar het loopt gewoon snel op. En wat ik bijvoorbeeld ook, kijk, nu denk je, waarom heb je dit dan gekocht? Maar ik heb dus al echt 6 jaar of zo een Instax Mini 8. En nog steeds heb je de 8 dus, volgens mij, neem ik aan. Volgens mij, die ik heb, is nog steeds dezelfde. Maar ik ben steeds zeg maar te gierig om nieuwe rolletjes te kopen. Maar dat is zonde, want het is super leuk om op vakantie dat te doen. En ik weet, op AliExpress ging ik toen kijken, maar het was helemaal niet zoveel goedkoper. Dan dacht ik, ik haal ze maar gewoon hier. Want volgens mij zijn ze 7 euro voor 10 op Ali en dit is 15 euro voor 20. Dus het scheelt niet echt veel. Dan kan ik weer foto's maken en dan wilde ik heel graag ook deze erbij. Deze was 12. Mijne is wel al heel erg beschadigd, moet ik zeggen. Maar volgens mij zit er ook een koordje aan, maar dat weet ik niet zeker. Ik vind het sowieso een super leuk tasje namelijk. Ook als er geen camera in zit. Er zitten wel van die handvat ringetjes. Dus ik neem aan dat er een koordje bij zit. Ik hoop het. Maar dat vind ik dus echt heel erg leuk. Ik heb dus een witte. Dan kunnen we leuk fotootjes gaan maken. Ik heb volgens mij nog iets van 3 foto's over. Maar ja, dan ga je steeds geen foto maken omdat je niet wel eens opgaat. Dus dit is leuk. En nu ga ik naar huis. Ruup zei van ja, als we 's middags willen vertrekken moeten we op laat om 12 uur. Dus dat slaat ook nergens op, zei hij. Ik zie het wel, het regent. Ik moet heel veel spullen tillen en er ligt hier achter allemaal kattengrint. Oké, ik ben thuis. Het is super warm. Ik heb het tasje dus geprobeerd en ik ben helemaal blij dat ik dit heb gekocht. Dit vind ik nou een goede aankoop. Kijk, ja, soms als ik thuis kom doe ik een handdoek om, dat is lekker cool. Zo leuk. En het is dus zeg maar een tasje, maar je kunt dit er ook afklikken. En dan is dit gewoon je hoes, dus je hoeft hem er zeg maar nooit uit te halen. Dus dat is super chill. Had ik dat maar eerder gekocht, maar vroeger had je dat volgens mij nog niet zo goedkoop hoor. Dit is dus de Floaty. Hij is super leuk. Je ziet dus hier hoe groot hij is. Dat is best wel groot. Wel heel erg zonde, want ik had dus gewoon een unicorn. Maar deze is wel wat minder opvallend en iets praktischer. En dit is allemaal wat ik heb gekocht. Ik hoopte dat ik nog een Primark test video zou kunnen maken, maar daarvoor heb ik echt niet genoeg. Ik zag niet genoeg leuke dingen. Eigenlijk alles wat ik zag had ik al vorige keer bijvoorbeeld getest. Nou, deze shampoo dus. Dit moet in de was. Ik had dus deze. Voor bril hoef ik niet allemaal van die grote kokers, puur voor de bescherming. Daar heb ik er nu nog eentje van gekocht, namelijk deze. Super mooi, ik vind die echt ideaal. En dan heb ik zo'n spons mee voor Frankrijk. Ik had geen tijd meer om naar de etens of zo te gaan. Dus ik hoop maar dat deze goed is, want ik wil altijd met deelolie. Nou, dan heb ik die. Deze watjes. Ik wil deze meenemen om een keertje mijn haar misschien roze te doen. Dit is de rok die ik had gekocht. En, oh ja, dit is wat ik zei voor als ik ongesteld word. Het scheelt zo erg. Dit is 1,25, terwijl die echt iets van 4 is. Lenzenvloeistof. Kauwgom. deze heel chill, want deze waren nu ook. Weet ik eigenlijk niet of het. Ik heb niet opgelet of het goed is gegaan. Daarvoor, kauwgom. Deze dingen van die hair treatments. Volgens mij waren die dan ook 1+1. Dat is heel chill om mee te nemen op vakantie. Ik hoop het maar. Nou, dan heb ik 4 bandana's. Ja, nu ben ik dus helemaal bandana-fan. Ik vind het ook niet zonde van je geld, want het is gewoon eigenlijk een soort zakdoekje. En je kunt er altijd wel wat leuks mee doen. Dus bandana's. Ook nog een andere soort bandana. En deze zag ik bij de HEMA voor 2,50 geloof ik. Die vind ik heel erg leuk. Patches. Ik ben niet meer zo heel erg van de patches, maar die vond ik wel heel tof. Ik ben altijd al mijn lange oorbellen kwijt. Maar ik vond het wel leuk om weer een keer een middellange te kopen, zeg maar. Dus iets meer dan alleen een knopje. En dit haarbandje. Super mooi. Deze elastiekjes, die lijken me heel erg relaxed. Bijna. Dan vond ik deze heel erg. Even kijken hoor. Jeetje jongens, dit is echt van. Hey, dit zijn alle methodes van school, dus die moeten ook mee. In plaats van vakantieboeken. Ik zag voor 3,50 deze bananapowder van Freedom. Dat vind ik heel erg chill. Deze leek me leuk om te kijken of ik 2 van die knotjes op mijn hoofd mee kon maken. Dit is heel mooi. Echt heel mooi. Die laat ik jullie nog wel zien. Ik was echt verliefd. Deze Glam & Doll
mascara. Ik vind het jammer dat hij nooit zo heel lang meegaat. Maar was nu wel handig voor 4 euro. Hij is waterproof. En deze van Primark. Ik zag die lijn al best wel lang. Maar die gloss had ik nog nooit gezien. En als je bruin bent is dit een heel mooi kleurtje. En hij geeft een soort mintgevoel. En daar hou ik heel erg van. Dus. Jeetje mina. Hier gaat mijn laptop in en zo. Die gaat natuurlijk ook mee. Dan is deze leeg. We mogen heel even de poeser ermee spelen. En dan gaat hij weg. En ik heb allemaal bonnetjes. Oh, oh, oh. Ik heb dus maar 1 kledingstuk gekocht. En het was 80 euro. Hoe kan dat? Oh ja, die short, die past niet. Die gaat dan terug. Maar dan alsnog. Ik vind het erg hoor. Want ik besteed niet zo snel zoveel geld, zeg maar, zonder dat ik weet wat het kost. Normaal kijk ik heel erg goed naar de prijzen. Maar nu had ik haast. Deze is zo mooi. Kijk, hier zit nu een kat in. Ik heb best echt super chill schoongemaakt. Ik hoef echt niks meer te doen. Kat is nog bij de Kruidvat 1+1 actie. Een tijdje geleden. Even kijken. Had ik deze I Heart Makeup highlighters besteld. En ik had er zelf al 3. Maar eentje kan ik niet meer vinden. Die ik al had is die Unicorn Hearts. En deze, die is al best wel oud. Maar had ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere om te testen. En mijn make-up video's zijn nooit zo heel erg goed bekeken. Maar ik vind het wel heel leuk om die allemaal een beetje te swatchen. En deze kan er eigenlijk ook wel bij, want dit is eigenlijk ook een highlight. Dus die neem ik denk ik wel mee op vakantie. Ik bedoel, het neemt niet heel veel ruimte in. En had ik al verteld dat mijn kledingrek dus naar beneden is gevallen. Nu ziet het er dus zo uit. Terwijl dit is altijd echt georganiseerd. Dit is altijd troep. Dit is altijd georganiseerd. En hier liggen dan weer dingen. Heb ik dus Primark spullen testen gefilmd. En dan zit je met die spullen en die kan je dan geen plek geven. Dat is zo ontzettend vervelend. Hey Bobs. Rup is nu met de auto naar Shores. Die is er niet, maar hij gaat onze scooter gaat hij daar zetten. Zodat het wat veiliger is, want we hebben net een nieuwe scooter, dus dan zet ik hem liever niet hier aan de straat. En dan brengen Lotto en Jonno hem weer hierheen, want die zijn er nu. Zij komen morgen in ons huis. Zijn zusje met een vriend, die je ook wel in de Ardennen video zou kunnen zien. Dus dat. Ik moet ook nog eten, het is al 8:30, maar ik wil het klepje er weer op doen, maar ik weet natuurlijk weer niet waar mijn klepje is. En we gaan dus wel morgen weg, zei Ruud net. Ik vind het allemaal prima. Goedemorgen jongens, het is nu bijna 12:30. We zitten in de auto. Ik dacht dat we rond 11 uur weg zouden gaan en dat ging hem ook, dus ik was ook blij. Want Ruud heeft, zoals ik al zei, alles bijna in zijn eentje gedaan. Wat heel vervelend vindt. Maar ik moest gewoon echt nog heel erg veel doen. Het is niet dat ik heb stilgezeten of zo, maar ik had gewoon eerder moeten beginnen. En dan weet ik dat weer volgende keer. De auto zit niet eens zo heel vol, het valt echt wel mee. We reden langs Baarn. Tenminste langs, over Baarn zeg maar. En daar wonen dus mijn ouders. Dus dan zei ik, kijk, kom ik heel even langs. Want dan ga je zeg maar af bij hun huis en dan kunnen we weer de tweede afslag erop. Dus het is alleen even eraf qua om, maar je hoeft niet terug te rijden ofzo. En dan kan ik die enorme ballon opblazen en ik vind het heel fijn om ze nog even een knuffel te geven. En we hadden net een broodje gegeten, dus kan ik even mijn handen wassen. Kijk, hier staat het dus helemaal vast. Er is een ongeluk gebeurd. Dus daar rijden wij nu een soort van omheen. Tenminste, nou, het staat daar ook nog steeds vast. Maar het scheelt wel een enorm stuk dat we nu hier rijden. Dus dat is gelukkig weer geluk bij een ongeluk. En we hebben... We moeten iets van 150 euro erin doen. Dat kan niet in één keer trouwens. 60 euro is volgens mij de tank. Ongeveer 150 euro tot Frankrijk. Maar we hebben cash. Dus we moeten ook nog even een tank vinden waar je met cash kan betalen. Alleen dat zit vaak aan de snelweg en dan is het weer duurder. Dus dat is een beetje balen. Dus dan moeten we nog even naar op zoek, want de benzine is ook leeg. Dus we zijn nu bijna bij mijn ouders. En dan zie ik jullie zo weer. Het lukje is echt heel lang en ik heb bandana in. En ik ga gewoon make-up los. Oké, het is echt super leuk om nog even naar papa en mama te gaan. Echt heel fijn. Ook omdat zij, we gaan naar hun huis. Maar het is eigenlijk ook van oma's huis, maar het is nu van papa en mama. Want ze hebben het al een soort van doorgegeven aan hun. Dus mama heeft de cash en dan gaat ze nu geld er maar overmaken. Dus wij gaan hier binnen, lekker vol tanken. Vignet zit erop, omdat we door Zwitserland gaan reizen. Hij zegt nu dat we er om 10:30 zijn. Maar ik dacht, stel je hebt 2 uur langer, dan is het al 10:30. Dus het valt echt wel mee. Want we dachten echt dat we om 3 uur zouden aankomen ofzo. Dus we hebben heel goed, we zijn heel lekker gevoeld sinds ik bij mijn ouders ben geweest. Want ze gaven ons toch allemaal tipjes en krijg je weer van die herinneringen aan Frankrijk. Ik kom er al sinds ik 3 ben eigenlijk om te skiën en ook wel in de zomer. Want vorige keer gingen we naar Zuid-Frankrijk. Ook een huis van mijn opa en oma. Maar daar is het vet warm, dus wij gingen vroeger altijd hierheen. En Ruben is een beetje bang dat het niet heel bruisend is. Want het andere ligt bij Saint-Tropez, dus dat is wat hipper. Maar hier kan je lekker wandelen en met de auto komen we overal wel. Dus het wordt echt super leuk. Oké, het is nu 2:15. We zijn even gewisseld op de parkeerplaats, maar het is dus echt noodweer. We hebben echt last van aquaplaning. Ga je wel rijden? Ja, nu kan het weer.
Nou, zijn stuur ging helemaal brrr. Het is echt best wel pittig. Alsof je op ijs rijdt. Maar het heeft geen zin om te wachten, want als je naar de lucht kijkt, dan duurt het nog wel even. Maar hier in Duitsland rijdt iedereen dus aan de linkerkant echt ziek. Maar rechts is niet chill, want daar heb je dat van die vrachtwagens. Dus daar is, wat is daardoor? Ja, daar heb je meer groef in de weg, waardoor je nog meer AKP krijgt. Oh, terwijl als je links rijdt, dan is het chiller, maar dat is eng, want er komen soms echt idioten aan. Jeetje, je ziet gewoon niks. Maar weet je, het is... Ik vind het eng hoor. Weet je wat je krijgt, waardoor het glad wordt? Je hebt toch ook, als je gaat surfen met een boot, dan ga je eigenlijk gewoon uiteindelijk in planning, dat alleen maar... Is dat wat ik bedoel? Ja. Ja, je moet echt afstand houden, want je wordt ook heel erg in zijn water ge... Ja. Oké, we waren dus bij een wc. Dit is echt het ergste. Ik heb dit... Hoe was jouw wc eigenlijk? Nou, 1 uur in waar was helemaal vol met pist, omdat de mensen per se pinnen in de gang. Ik heb waarschijnlijk 1 uur in waar geboekt. Bij ons zeg maar, er waren 2 wc's. Maar soms dan zijn mensen zo overdreven hygiënisch, weet je. Dan gaan ze niet in 1 wc omdat het niet heel netjes is. Dus ik zeg van, why are you not going... Staan, ik ben echt why are you not going in that one? Oh, it's super gross. Dus ik zeg van, even kijken. Dus ik kijk, er ligt serieus een keutelpoep op de bril. Naast de wc, bloedmaandverband, poep, zulke bergen wc-papier. En in die andere wc lag alleen maar wc-papier ernaast en de bril was wel schoon, dus maar geen wc-papier, echt. Oh, wat vind ik het verschrikkelijk, maar er was gelukkig zeep. Als er geen zeep was, was ik niet gegaan. Het is nu 4:15 al. We hadden echt bij de Mackie moeten gaan plassen. Dit doe ik echt nooit meer. Zo vies. We waren dus gestopt bij een fatsoenlijke plek waar je Burger King hebt en een Starbucks en een chillen schone wc en zo. Ruud moest echt 20 minuten wachten op zijn burgers, maar als je dus de Burger King app hebt en je verandert het naar Duitsland, zulke chillen aanbiedingen. Serieus, een cheeseburger, een hamburger, een kipburger voor 3 euro. Hij had 2 grote dubbel cheeseburgers of zo voor 3. Maar wat wij dus heel leuk vinden is om en onderweg voor ons wat te eten, maar ook wat lekkers bij je te hebben. Dus ik had nu, dit is hummus. Toen ben ik Ruben aan het voeren met deze komkommertjes. Heel knapperig. En mezelf aan het voeren. Dan hebben we verse sinaasappelsap en we hebben hele chillen blikjes green tea. Dat is een Starbucks en ik had zin in... Dat ding zit niet door, hè? Weet niet. Dat is een Starbucks, dus ik had heel veel zin om zo'n roze thee te nemen. Maar die zijn super zoet en dan betaal je 5,80 euro voor een grote. Nou, gelukkig had ik zelf ook lekker thee bij me. Gelukkig wel. Ja. Oké, super saai. Het is nu 8:10. En ik heb even koffie gehaald. Vet chill. Dus ik vind het wel altijd heel duur hoor, want het is net zo duur Starbucks, maar het was bij Coffee Fellows. Duits denk ik. En dit is ijs, koffie en melk. Ik wil geen poeder en zo, dus er 1. Even leuk voor mijn ijskoffie video. Nee, maar dit is sowieso lekker. Het is gewoon koffie, melk en ijs. Het is altijd lekker. Ik heb er wel eens mooier uit gezien. Jeetje, mina. We zijn wel een beetje gaar. En Ruud rijdt nog steeds. Ik heb echt maar heel kort gereden, maar ik vind het prima. En ik weet niet hoe lang ik nog rijden is nu. Maar we zijn nog niet eens in Zwitserland. Kijk hoe chill, jongens. Dit is zo relaxed. Ik ben gewoon tv aan het kijken. Het is wel zonde van mijn data dingen, maar... Het kan wel gewoon, ook in Zwitserland, zo relaxed. Ik ben dus nog steeds aan het rijden. Echt super chill. Het wordt nu een beetje donker, straks gaan we door de tunnel. Dus dan kan ik lekker heet het Netflix kijken. Ik kijk nu 4400, best wel slecht. Maar vanaf de laatste aflevering van seizoen 1 wordt het een beetje leuk. Maar ik heb geen andere serie die ik op het moment leuk vind, dus... Jongens, we zijn er bijna. Het is zo leuk, want ik zie allemaal bordjes met namen die ik ken en zo. Ik vind het mooi als die wazig wordt. Kijk, we moeten eraf. Eindelijk. Dit is ons plaatsje. We zijn dus helemaal geen eten tegengekomen, dus we hebben een zak Doritos leeg gegeten. Heel erg slecht. We hadden wel komkommer en tomaat mee, dus we zijn wel gezond geweest op zich. Oh my god, we zijn er bijna. Jongens, we zijn er. Het was echt spannend, want we komen hier dus... Dit is zeg maar echt het einde van de berg. Ik hoor de auto af te koelen. Nog nooit zo ver gereden. Naar de wat? Nou, kijk, die zit ik er weer op. Waarom? Oh, ik zit er gewoon over veilig. We zijn dus een beetje bang. Het is hier zo donker. Het is hier, zeg maar, in de avond op zich is het denk ik, heb je echt iets van, wil ik hier nu zijn? Nee. Het is hier gewoon spookstad. Dit is wat wij nu zien. We kwamen aan, zat er een ketting op het slot. Dus we moesten op zoek naar sleutel. Dus Ruk doet daar nu in de verte weer de ketting erop. En je hoort hier ook krekeltjes en zo. Dit is het huis. Het is echt zo'n houten vakantiehuis. Heel leuk. Tenminste, vakantiehuis noem je het. Echt zo'n chalet. En hierboven wonen dan mijn opa en oma, maar die zijn er nu niet. En dit is ons gedeelte. En de auto staat hier gewoon om de carport. Vet chill, dus we gaan even uitruimen. Trouwens, met uitruimen konden we veel beter de auto hier zetten. Maar we
zijn er dus. Het is iets over 12, dus we hebben het echt goed gedaan. We zijn er. Weet je wat ik al gezegd? Ik heb even de auto uitgeruimd en Rip is even alles aan het installeren. Water en zo. Hier staan nu al onze spullen in de gang. Ik zie er echt niet uit vandaag. Ik heb even de handdoek opgehangen. Dat is alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Kijk, vroeger sliepen we altijd hier. Oh ja, deze deur klemt. Dat was altijd zo vervelend. Als je dan s'nachts ging plassen, dan werd mijn broertje wakker. Vroeger sliepen we altijd hier. Niet in het stapelbed. Maar zo ook een stapelbed. En nu gaan we in de kamer van de ouders. Dus nu gaan we lekker hier. En ik zie jullie wel weer morgen. Dus dit kan echt niet langer. Doei.